Iets meer dan een week geleden vonden in Arnhem rellen plaats nadat Pegida-voorman Edwin Wagensveld een Koran in brand probeerde te steken. Ja, op hele heftige beelden. Dit vond al een tijdje geleden plaats, maar je wou het toch heel graag vanavond erover hebben, want jij hebt iets heel opmerkelijks ontdekt. Ja, het is van vorige week, vorig weekend, dus niet afgelopen weekend, weekend ervoor. De man die je zag is Edwin Wagensveld, de Pegida-voorzitter. Die probeerde de Koran te verbranden. Hij heeft over zijn achtergrond daarin. Hij heeft vorig jaar, geloof ik, de Koran geprobeerd te verscheuren. Daardoor zijn 3 Nederlandse ambassadeurs zijn op het matje geroepen in Turkije, Pakistan en Indonesië. Dus er ligt wel een probleem. Hij heeft aangekondigd dat nu te zullen doen in Arnhem. Dat is niet voor niks Arnhem, want daar zit een moslimburgemeester, namelijk Marcouch. En die wordt eigenlijk een beetje gechanteerd hiermee, want op het moment dat hij dat zou afwijzen, zou zeggen, nou, het is gevaarlijk, dan trekt hij over zich heen dat een blanke demonstratie verboden zou worden. Dus dat wil hij niet. Dus hij is daarmee akkoord gegaan, of liever gezegd, heeft hij tegen mij gezegd, ik zal precies vertellen hoe dat dan gegaan is. Jij hebt hem persoonlijk gesproken, als ik het goed begrijp. Ja, ik heb hem persoonlijk gesproken. En kijk, de achtergrond was eigenlijk dat je dus ziet dat dat ding in de fik wordt gestoken, dat je en op de achtergrond die tegendemonstratie zit. Maar misschien moet je die beelden even laten zien. Daar zijn we nog niet, helaas. Dus ja? Ik wou het eerst nog eventjes hebben over het persbericht wat de politie er namelijk heeft uitgestuurd. Want zij zeggen ook van, nou ja, de demonstratie is vroegtijdig gestopt door geweld. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, op zichzelf klopt het. Maar er wordt in het persbericht, en dat kan je hier zien, demonstratie vroegtijdig gestopt door geweld. Er staat in de kop natuurlijk niet Koranverbranding. En in de hele media wordt dat ook nauwelijks genoemd. Vind jij dat wel zo moet gebeuren? Ja, natuurlijk, omdat het daar in feite over gaat. En je moet je ook de consequentie daarvan overzien, dat op het moment dat je de Koranverbranding gaat toestaan en zelfs gaat faciliteren, maar daar komen we zo op, dat je dan ook zou moeten gaan toestaan dat de Torahboeken, de Bijbel en de grondwet ritueel verbrand kunnen gaan worden. En de vraag is of we dat willen natuurlijk. Ik denk, een van de dingen die ik gedaan heb, is toen ik erachter kwam dat dat gefaciliteerd was, maar dat wil je waarschijnlijk zo even laten zien, dat ik contact heb opgezocht, zowel met de woordvoerder van de burgemeester als met de woordvoerder van de politie. En die konden dat niet bevestigen. Dus die willen zich vasthouden aan het verhaal dat het gestopt is door geweld. De werkelijkheid is dat het geweld door de politie zelf opgeroepen is. En dat is heel tragisch om te zien. Ja, interessant dat je dat zegt. Jij zegt ook, nou ja, deze demonstratie is eigenlijk gefaciliteerd door de politie. En jij maakte dat op vanop de volgende beelden. Ja. Wat zien we hier precies? Nou ja, we zien dus twee mannen van Pegida die uit dat politiebusje stappen. Die worden daar dus heen gebracht. Die stappen uit het politiebusje en die een zet die vuurkorf neer, houdt de Koran erboven en die andere met dat rugzakje, dat is Edwin Wagensveld, die steekt dat aan. Op de achtergrond zie je de tegendemonstratie van de islamieten die door een cordon ME in bedwang worden gehouden. Daar breken een aantal mensen doorheen, door dat cordon. En dan ontstaat er een poging om dat te stoppen. Die mensen, dat zijn 3 mensen, die worden door de politie gestopt, op de grond gegooid en gearresteerd. Maar dan ontstaat natuurlijk het beeld
van ja, je mag in Nederland wel de Koran verbranden. Maar je mag degene die dat proberen te stoppen, die worden in de gevangenis gestopt en strafrechtelijk vervolgd. Terwijl ja, als je straks het omgekeerde beeld zou krijgen, dan hebben we een groot probleem. Want dan zullen ze zeggen, ja, dat zijn antisemieten die de Torah-boeken verbranden of de Bijbelboeken. Maar dit is toch gewoon ook een stukje demonstratierecht? Of ja, dat is. Ik heb dus. Wat je ziet is dus dat het gefaciliteerd wordt. Dat heb ik voorgelegd aan politie en aan de wethouder, aan de. Hoe noem je het? Aan de woordvoerder van de. Van de burgemeester, die had daar op eigenlijk geen antwoord, maar die heeft mij wel aangeboden dat Marcus mij zelf zou bellen. Dat heeft hij ook gedaan. Dat is op zich wel netjes, toch? Dat is zeer netjes. En Marcus heeft mij ook bekend dat dat het geval was. Ja, en de verklaring die hij daarvoor gaf was het volgende. Hij zegt, die Wagensveld, die komt met die Koran komt die op die plaats die hij aangekondigd had, namelijk op het Jansplein in Arnhem. En die werd tegengehouden. En toen heeft de politie hem daarheen gebracht, heeft hem beschermd en heeft hem vervolgens teruggebracht. Het resultaat daarvan is dat de politie deel is van de Koranverbranding en die Koranverbranding faciliteert. En met faciliteren bedoel jij dus inderdaad dat het busje komt aangereden en dat zij eigenlijk gewoon daarheen worden gebracht als een soort weer, taxiservice? Ja, eigenlijk is het een taxiservice met politiebescherming. Dat is op zich wel handig. Dat is zeer handig. Alleen de consequentie daarvan overziet men niet. Ik heb dat overigens wel aan Marcus ook gezegd. Ja, de tegenpartij kan natuurlijk nu zeggen, we gaan ritueel de Torah, boeken, de Bijbel en de grondwet verbranden. En wij willen politiebescherming. En wij willen zelfs door de politie daarheen gebracht worden en teruggebracht worden. Mm-hmm. En ja, de vraag is of we dat willen. Marcus verdedigde zich wel door te zeggen, ja, maar ik wil proberen om dat demonstratierecht te beschermen. Daarin deed hij ook nog een beroep op mij, want hij kende mij vanuit de coronademonstraties. En hij zei, ja, wij geven ook toe dat er fouten zijn gemaakt in het verleden. Ook interessant voor ons. En hij gaf ook toe dat de burgemeesters op hun vingers waren getikt, onder andere door de VN en Amnesty International. En dit was de reden waarom hij zo gehandeld had. Mijn perspectief daarop is, en dat heb ik hem ook gezegd, dat ik toch vind dat hij hier buiten had moeten blijven. Met andere woorden, als hij geen rechtsmiddelen heeft om het te verbieden, dan had hij niet zo ver mogen gaan dat hij deze meneer, die natuurlijk toch een provocerende anti-islamitische act stelt, die veel emotie oproept, dat er het beeld zou gaan ontstaan dat de politie dat faciliteert. Want dat is wel wat er gebeurd is. En daarin denk ik dat hij veel te ver is gegaan. Heeft hij een uitspraak kunnen doen over hoe zij in de toekomst met dit soort situaties omgaan? Ja, dat is een goeie. Hij zei daarvan, ja, we hebben dit natuurlijk in andere westerse landen gezien, in Zweden, Denemarken. In Denemarken hebben ze vervolgens een wet aangenomen die dit min of meer dan verbiedt. Maar natuurlijk niet alleen de Koranverbranding verbiedt, maar alle heilige boekverbrandingen verbiedt. Sowieso boekverbrandingen waarschijnlijk verbiedt. En zijn voorstel was, maar hij zegt, daar ga ik niet over als burgemeester, dat het parlement, de Tweede Kamer, zich daarover gaat buigen en zegt dat we dit soort dingen eigenlijk in Nederland niet willen. En zeker niet willen faciliteren. Want hij gaf mij toe dat dat eigenlijk was gebeurd. Ja, Bert, hoe kijk jij daarnaar? Nou, ik vind het sowieso een hele smakeloze actie. Dat wil ik voorop stellen. En het lijkt me inderdaad heel goed dat er binnen de Tweede Kamer hierover nagedacht gaat worden van, Ik kan op zich één gedachte voorstellen, dat men denkt, ja, met zoveel tegendemonstranten, hoe komt die man veilig op die plek waar hij wil zijn, en dat ze daarom maar deze maatregel genomen hebben. Maar ik denk dat dat het goed is dat de politiek hier op gaat reageren. Ja, over politiek gesproken. Tanai, hoe kijkt de FVD hiernaar? Bijvoorbeeld Koranverbranding of het faciliteren door de politie van deze demonstratie? Voor zover ik weet hebben wij nog niet echt een standpunt over wat er is gebeurd met Wagensveld besproken. Alleen, als je het aan mij persoonlijk vraagt, dan vind ik Wagensveld wel een sneu figuur. Ja, wat wil hij ermee bereiken? Hij bereikt helemaal niets.
Hij bereikt natuurlijk dat hij de haat tegen de islam en daarmee het conflict tussen in de samenleving vergroot. En het heeft overigens internationale consequenties. Hè? Indonesië noemde ik net al, Pakistan, Turkije. Meneer Erdogan heeft zich met dit soort dingen persoonlijk bemoeid. Dus je krijgt eigenlijk dat Nederland ook in de buitenwereld, met name in de islamitische wereld, een groot probleem krijgt. En de vraag is natuurlijk of we dat eigenlijk willen, terwijl we het er zelf helemaal niet mee eens zijn. Hè? Want de mening die Bert geeft is denk ik de mening die heel veel mensen, ook gewoon blanke, niet-islamitische, christelijke of niet-christelijke mensen eigenlijk in Nederland delen. Het is een smakeloze actie. Ja. En waarom is het natuurlijk mooi dat het mislukt is om hem echt in de brand te krijgen. Ja, dat komt er ook nog bij. Uiteindelijk is er weinig gebeurd. Ja. Ik heb niks zien branden. Nee, dat klopt. Dat is natuurlijk al wel helemaal raar dat hij dat zo onhandig doet dat het eigenlijk niet brandt. Waardoor er een situatie ontstaat die sowieso absurd is. Maar nogmaals, ik vind wel dat de Nederlandse politiek daar wat op zou moeten doen. En zolang dat niet het geval is, vind ik dat burgemeesters en politie daar eigenlijk buiten moet blijven en had moeten zeggen, meneer Wagensveld, we kunnen u niet verbieden om dat ding te verbranden, maar dat is op uw eigen verantwoordelijkheid. We gaan u daar niet in helpen. Klaar. Dank u wel, Ab.